IHC Maweda, the technology innovator. Van TOC is om binnen IHC zoveel mogelijk mensen zelf op te leiden. Omdat het steeds moeilijker wordt vanuit het buitenland vandaan ook in eigen land om goede opgeleide mensen te krijgen. Het mooie van de jongens die je zelf opleidt, dat ze binnen IHC heel veel studies kunnen volgen. Waardoor ze door kunnen groeien in een bedrijf. Van mijn 8 huidige collega's in de productie, van de chefs zijn er 7 zijn er opgeleid binnen TOC. Als je hier bij IHC binnenkomt en als leerling, dan krijg je eerst te maken met een kennismakingsweek. Ga je in de buitenlucht, ga je allerlei survival tochten doen. Vervolgens kom je hier iedereen op zijn opleidingsplek terecht. Tijdens je opleiding krijg je ook je theorielessen. Die worden door het ROC hier binnen IHC gegeven. Dus het mooie ervan is, hoef je dus niet extern naar de school. Dus in het tweede jaar gaan ze stage lopen. In het stagejaar komen ze dus in aanraking met de diverse productieunits. En kunnen ze ook een beetje kijken van nou, wat vind ik leuk, wat past het best bij me, wat grotere afdelingen, wat kleinere afdelingen. Ook de chefs en dergelijke die kunnen een beetje kijken van wat voor jongens zijn het. En vervolgens als ze het diploma gehaald hebben, stromen ze dus uit. En dan hopelijk, en als het goed is, naar de juiste plek waar ze het beste thuis horen. De baan die je binnen IHC kan hebben hangt natuurlijk ook een beetje af van waar je zelf bereid bent om in je opleiding te investeren. TOC kan je daar ook bij helpen. Die kunnen je adviseren van nou, gaat die opleiding doen of gaat dat dan doen. Nou, dan kan je bijvoorbeeld doorgroeien naar een managementniveau of naar een tekenkamer of naar een bedrijfsbureau. Ja, zo hebben we een heleboel diverse mogelijkheden. Het leuke van deze branche is de complexiteit van de schepen die je bouwt, van de producten die je bouwt. Hè. En als je in een grote draaibank staat, dat is echt een hele grote werkstuk, complex. Elke dag weer opnieuw een uitdaging. Dat is ook het mooie, daardoor vind je het na 30 jaar ook nog leuk. Het mooie is natuurlijk ook als je een schip ziet groeien op zijn helling, dat vervult toch een beetje met trots. Dat is eigenlijk wel wat ik het mooie vind van deze branche. Het unieke van TOC is dat de leerlingen en de kwaliteit die daar vandaan komen gewoon echt op een heel hoog niveau liggen. We hebben tussen de productie en de TOC heel veel contact. Ook over de opleidingen, wat er eventueel beter moet, wat er eigenlijk aan moet veranderen. Daar slijpen we dat elke keer steeds een beetje beter bij en daardoor is ook de kwaliteit van die leerlingen heel erg hoog. IHC Maweda, the technology innovator.